je naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik een video die... Ja, ik kan niet wachten. Tien dingen die ouders niet moeten zeggen, of wanneer ze het zeggen, dat het juist super irritant is. Ik weet zeker dat vast wel jullie een paar dingen herkennen, want zelf irriteer ik me er echt dood aan als mijn ouders of mijn moeder dit zegt, of mijn vader dit zegt. Ik irriteer me er echt, ik kan daar zelf gewoon niet tegen. Dus ik dacht misschien is het wel leuk om deze video vandaag op te nemen. Het heeft met een iets andere twist als normaal, maar dan komen jullie toch lopen de video wel achter. Als jullie de video nu leuk vinden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog, liken, abonneren, reageren. En laat ook even in de reacties weten wat jij altijd het irritantste vindt, wat je ouders tegen je zeggen. En volg me ook even op al mijn social media. Alle linkjes staan in de beschrijving. En als je dan toch allemaal hebt gedaan, klik dan ook zeker even op het belletje om te abonneren. Nee, klik dan ook zeker even op het abonneerknopje en op het belletje. En dan kunnen we gaan beginnen met de video. Let's go! Hoi. Thee! Normaal. Wow. Is het lekker? Ja, dit is echt gewoon een goede thee voor je gemaakt. Hoe was het op school? Wow, dat is even. Het eerste wat ouders gewoon niet moeten zeggen is: hoe was het op school? Even kijk, ik ga toch niet vertellen dat ik in slaap ben gevallen tijdens biologie. Dat ik heb gelachen omdat meneer Hendricks zijn broek te laag had en je gewoon zijn borstjes op zat. Dat ga ik toch niet zeggen tegen mijn moeder. Gewoon, ouders, nee. Als ik zelf iets wil zeggen tegen jullie, of ik spreek nu voor iedereen van mijn leeftijd en daarboven. Als wij wat willen zeggen tegen jullie, niet dat we heel vaak dingen tegen jullie willen zeggen, maar als we dingen willen zeggen, komen we er zelf wel mee. Het is namelijk heel hinderlijk als mensen zo, hoe was het op school? Prima, voor de rest niks. Maar ja, buiten dit zijn er natuurlijk nog heel veel andere irritante dingen. En helaas moet ik jullie er toch weer eventjes laten zien, dus... door naar de andere scènes. Emma, schoenen. Ga eens met je schoenen van de bank. Heb je geen huiswerk? Wow! Hoor eens even, dit ging even te snel. Ouders, luister. Wanneer ik even lekker op mijn telefoon bezig ben, of ik ben gewoon rustig aan het zappen op de tv, laat me dan. Mijn telefoon en de tv en Netflix en YouTube en alles is veel interessanter als huiswerk maken. En als ik dan toch bezig ben met de tv en met mijn telefoon, waarom zou ik dan ook denken om mijn schoenen uit te doen? Even het onbenulligste wat er wel kan zijn, is om aan te denken wanneer ik op de bank spring en ik ben moe omdat ik net 30 minuten heb gefietst en ik kom af van 6 uur school hebben, dat ik dan ga denken aan dat ik mijn schoenen uit moet doen. Daar denkt toch niemand aan wanneer die op de bank ploft, of ben ik niet de enige? Nee, vast niet. Dus, ouders, waarom is het zo moeilijk om te begrijpen? En wanneer mijn moeder dan eens een keer op de bank zit met haar schoenen aan, oh nee, dan is het geen probleem. Wat is er mis met jullie ouders? Ik snap het niet. Prima, ga ik wel naar boven. Doei. Neem me dan ook eventjes meteen je was mee naar boven. Ik heb die gestreken voor je. Sorry, ik heb mijn handen al vol. Emma Keuven. Emma. Ouders begrijpen dan volgens mij geen hints. Moet ik het zo dan maar denken? Als ik bitchy naar mijn ouders kijk of ik loop gewoon weg, dan moet je toch gewoon begrijpen dat ik niet mijn was wil gaan ophalen. Ik bedoel, het enige wat me letterlijk uitmaakt, is dat mijn was is gestreken en dat wanneer ik het nodig heb, dat ik het gewoon kan pakken. Niet dat ik het zelf mee naar boven moet nemen en dan ook nog eens moet gaan opruimen en al die dingen. Het enige wat me letterlijk boeit, is dat mijn was klaar is en dat ik het gewoon kan aandoen wanneer ik het wil. Ik hoef het toch niet ook nog eens mee naar boven te nemen. Ik bedoel, ik ben naar school geweest. Ik adem. Ik fiets. Ik praat met jullie. Dat is toch genoeg?
hoef toch ook nog eens was mee naar boven te nemen. Is toch niet zo moeilijk? Ja, dan breng ik je de was maar. Kan je niet kloppen of zo? Is moeilijk blijkbaar. Oh, Emma. Wat is dit nou weer? Nee. Al die vieze... Ik kan hier eens niet eens fatsoenlijk je was neerleggen. Ja, jij hoeft hier toch ook niet te zijn? Van hoeveel dagen is dit? Er staat hier schimmel op. Neem je het eigenlijk wel mee naar beneden? Ja, jij gaat nu toch naar beneden. Neem het mee. Oh, zo brutaal. Ik lig op mijn bed. Laat me gewoon met rust. Blijkbaar is dat waarschijnlijk ook heel moeilijk voor ouders. Want ja, I don't care dat er schimmel... Ja, oké, schimmel is wel een beetje vies. Daar moet ik ze dan wel gelijk in geven. Maar ik bedoel, I don't care dat mijn was niet boven ligt. I don't care dat mijn vaat op mijn bureau staat. Het enige wat me letterlijk boeit is mijn telefoon. En ja, dat ik op mijn bed kan liggen, toch? Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Als ik op mijn bed lig, laat me op mijn bed liggen. Want ja, waarom zou ik dan even mijn vaat gaan oppassen? Waarom zou ik mijn vaat dan gaan opruimen? Of even denken, oh, ik ga mijn kleren opruimen. Maakt toch helemaal niet uit, boeien. Oké, dit klinkt allemaal heel boos en zo, maar ik bedoel, het is toch zo. Nog een stapel. Emma, wat ruik ik je eigenlijk? Oh my god. En wat is dat eigenlijk allemaal? Je weet toch waar de vuile was hoort? Ja, maar het is geen eens vuile was. Het is gewoon kleren wat ik vanochtend niet wist wat ik aan moest doen. Dus heb ik het daarna even gelegd. Kijk, mij maakt het even echt niet uit dat mijn kleren op mijn vloer liggen. Of op mijn bed of op mijn bureau. Maakt het helemaal niet uit. Ik wist dan gewoon niet dat ik vanochtend aan moest doen. En dacht ik, dan leg ik het daar even. Dat is toch niet zo'n big deal. Hier, heb je je vaat. Zet je het dan ook even in de vaatwasser, Emma? Oh, waarom moet ik altijd alles in de vaatwasser? Dat maakt het niet uit. Het staat nu is ook goed. Prima. Ja, in de vaatwasser, Emma. Ja, zet het los. Oké, dan zet ik het op het aanrecht, hè. De vaat. Is het ook niet goed? Waarom? Dan doe ik iets en dan is het ook niet goed. Dan weet ik gewoon niet meer wat ik moet doen. Waarom moet ik... Ik ga niet naar beneden, ik had honger voor eten. Mama, we gaan zo eten. Ja, dit is ook eten, dan ga ik nu eten. Nee, als jij nog trek hebt in iets voordat we gaan eten, kun je een stuk fruit pakken. We hebben lekker appel. Fruit speelt toch veel meer als koekjes? Koekjes of fruit? Koekjes of fruit? Koekjes, of course. Dat is dan toch niet heel moeilijk? Als ik eten wil, dan wil ik eten. Dan wil ik koekjes, dan wil ik snoep, dan wil ik chips, dan wil ik cola, dan wil ik... Alles, dan wil ik geen fruit. En het verschil is toch maar heel weinig. En koekjes en chips en alles is veel lekkerder als fruit. Vind ik. Hey Emma, de meivakantie is nu begonnen. Heb je je sportkleren ook meegenomen? Nee. Wat nee? Dus die liggen nog in je kluisje. Jullie hebben 2 weken vakantie. Ja, boeien. Dat gaat stinken, dat komt schimmelen. Nou, dat gaat lekker stinken, gaat schimmelen, prima. Boeien, dan liggen mijn gymkleren nog op school. I don't care. Ik ga toch ook niet vertellen dat ik mijn moeder dat ik al 2 weken niet meer heb meegedaan met gym, omdat ik zogenaamd ongesteld was. Wat ben je nou de hele tijd op je telefoon aan het doen, Emma? Gewoon. Wat gewoon? Ben je aan het appen? Nee, maar maakt jou dat nooit? Ga je toch niks aan? Snappen of hoe heet dat? Voel je? Gaat jou niks aan? Maar je hebt de hele dag dus al je vrienden gezien op school. Je hebt de hele dag al met hun gepraat. Ja, ik moet toch gewoon nog dingen bespreken? Wat moet je bespreken dan? Ja, het gaat jou toch helemaal niks aan? Dingen over school. Dingen over school? Jullie hebben een vakantie nu. Ja? Boeien? Ik doe ook in de vakantie dingen met vrienden. Jong, maak je niet zo druk. Dat maakt toch niet uit? Ik ben blij dat ik vrienden heb. Oh, even het allermeest belangrijkste ding in de hele freaking wereld zijn je vrienden. Via social media, appen, snappen. Dat hoeven dan toch ouders niet te weten. Het gaat toch iets over jou en je vrienden. Dat... Why would they care? Gewoon niet, oké? Okay? Gewoon niet. Het is mijn ding. Niet met hun. En boeien dat het mijn vakantie is. Ik spreek er gewoon nog met mijn vrienden af. Laat me gewoon met rust. Mijn telefoon, mijn vrienden, mijn zaken. Thanks, mam.
Toen ik zo jong was als jou, hè, Emma, weet je wat mijn ouders toen hadden? Toen had ik een slotje op de telefoon. We hadden geen mobiele telefoons. En ik sprak ook wel eens af. Maar ik had ook normale gesprekken met mijn ouders, met mijn vrienden. We spraken af in de straat. Niet alleen maar via zo'n mobiel ding. Oh man, wat maakt dat nu uit? Ik heb het ook gewoon normale gesprekken met mijn vrienden. Maar het gaat ons ook gewoon omdat jij het niet hoeft te weten wat het is. En sowieso, jou gaat het niks aan. En ik heb normale gesprekken met mijn vrienden, maar gewoon ook via social media. No big deal. Is dat een zin wat ouders hebben afgesproken dat ze dat moeten zeggen wanneer ze een discussie hebben met hun kinderen? Toen ik zei, oh jong was als jou. Nou, je bent nu niet meer zo jong als mij. Laat mij mijn eigen ding doen. Ik heb gewoon normale gesprekken met mijn vrienden via social media en in het echt. Wow, dit ging even een stapje te ver. Ik heb toch gewoon normale gesprekken met mijn vrienden en... Waarom zeggen ouders altijd toen ik zo jong was als jou? Nou, je bent nu niet meer zo jong als mij, dus dat is pech. Laat mij mijn eigen ding doen met mijn vrienden en wat ik zelf wil doen. Thanks man. Maar buiten dit allemaal ben ik ook aardig tegen mijn ouders. Zo niet dat ik altijd zo bitchy ben. Wel eens, maar niet altijd. Dus ik wil toch nog even mijn moeder bedanken. Ja, oké. Ik weet, het lijkt nu allemaal alsof wij heel erg gemeen zijn tegen onze ouders. En dat we altijd onze ouders haten, maar dat is helemaal niet zo, mama. Nee, jullie zijn soms gewoon irritant. Ja, jullie zijn ook irritant. Jullie maar zijn jullie echt iets irritant, meer. Want wij bedoelen het allemaal heel goed als meer. Ouders. En ik ken een hele mooie Duitse uitdrukking. En dit is dus ook irritant. Nee, en dat is de uitdrukking, wat zich liebt, dat snikt zich. En dat wil zeggen, waar je van houdt, daar maak je veel ruzie mee. Omdat je weet uiteindelijk dat het altijd weer goed komt met papa en mama. En dat je heel veel ruzie kunt hebben, maar aan het eind van de dag of twee dagen later komt het toch altijd weer goed. Kijk, mijn moeder had het net eens over social media. En dat mijn moeder dat eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Maar mijn moeder doet zelf marketing. Dus ook, mijn moeder zegt nooit van wat ben je nu aan het bespreken met mijn moeder, met je vrienden. Dat zegt mijn moeder gelukkig nooit. Maar ik denk dat heel veel van jullie dat wel zeggen. Mijn moeder doet zelf marketing en social media. Dus daarom. Maar volg dan ook zeker even mijn moeder op Instagram account. Als jullie kunnen, linkje staat in de beschrijving. En natuurlijk ook die van Iris. Want Iris heeft ook geholpen met deze video. Zij is namelijk de camera van Rogue geweest. En ze had er heel veel plezier in. Iris bedankt. Mama bedankt. Ik vond het heel leuk. Als jullie deze video leuk vonden, doe vooral jullie duimpjes omhoog. Volg ons allemaal op social media. En ja, linkje staat in de beschrijving. En hopelijk vonden jullie deze video dus leuk. Laat even in de reacties weten wat jij het irritantste vindt wanneer je ouders wat zeggen tegen je. Of je zussen bijvoorbeeld. Kan ook nog. Maar dat kan ook misschien een nieuw video idee zijn. Kan ook. Als jullie dat leuk vinden, laat het weten. Laat weten in de reacties. En ja, wat voor dingen we daar dan allemaal in moeten doen. En hopelijk zien we jullie tot de volgende keer. Doei doei. Doei. Wacht, even thumbnail.